Phasmophobia met. Ja, ja. We are back. The headbanging boy. In prison. Zo, Elis, thanks for the cheer. Hype train, man. Hier zo, oké. Okay. Nee, joh. Hype train gaande. Oké. Michael Clark. Walk to salt, setting below 25%, repel to go with a smash, take one chasing one. Gast. Oh. Ga je dit doen? Dat moet toch lukken? Maar deze map ken ik dus echt niet, hè? Ja, ik heb hem 2 keer gedaan. Oké, je pakt de head unit. Ja, dan kunnen we lekker met elkaar meekijken. Het is wel lekker weer. Het is een mooie dag. Avond, nacht. Hoe laat zou het zijn eigenlijk? Het is een mooie dag. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij is het vaak rond een uurtje of 11 s'avonds, toch, deze ding? Ja, denk je? Dat waar zitten ook alle cursed hebben, items bij deze map? Echt geen idee. De mirror ligt hier aan het begin, volgens mij. Oh, ligt hier aan het begin, volgens mij. Maar hij is er niet. Stel dat we hier de tarot cards houden. Zo, dat kan ook alleen maar goed gaan. Zo. Oh, hier kunnen we wel verstoppen. In de hal. Ja, ik denk dat je hier al meer verstopplekken hebt. Lijkt mij. Ja, mag ik hopen. May I hope. Waar zijn de fuse box dan hier? Inderdaad trouwens. Je hebt ook nog een bovenverdieping. Dit kan niet fout gaan, zegt iemand. Nee, dit kan echt niet fout gaan. Nee, dit kan niet fout gaan. Het bestaat niet dat dit fout gaat. Dus dit is ook echt een map, die hebben we nog nooit op Intermediate gespeeld. En die gaan we nu op Nightmare doen. Ja, we weten ook helemaal niet waar de fusebox zit. Dit kan onmogelijk fout gaan. Zo, de eetzaal. Morgen. Ja, ik heb één video van InSim gezien dat hij hier die geest had. Dat hij echt zet... Oh, volgens mij zit hij hier. Ik zag het zuchtje. Dat zuchtje vliegen. Ja, je weet dat rookwolf is en die vliegt dan naar je toe en dan hoor je zucht. Ja, man. Nu al? Ik zag hem vliegen. Was jij dat? Nee. Was ik wat? Ik hoorde een geluid. Gast, we moeten zo snel mogelijk die fusebox zien te vinden, ouwe. Dit kan niet goed gaan. Gast, dit kan niet fout gaan, dat bedoel je? Ik bedoel, het kan niet fout gaan. De mirror lag daar gewoon. Waar lag die dan? Ik zag hem helemaal niet. Cursed item zit altijd in de eerste kamer, zei. Ik voel een Gordian. Ik allemaal van gepiep en gekraak dan, jongens. Waar is die dan, die mirror? Ben ik echt zo schil? Of word ik weer geprankt door de chat? Als hij ligt hier niet, hoor. Prank. En hier heb je een trap omhoog. De cursed item ligt altijd in de eerste kamer. Is dat echt zo? Yo, Steve, we hebben hier Thanks, Wesley. Ja. Klopt, maar ze zeggen dat de cursed item altijd in de eerste kamer ligt, blijkbaar. Oh, echt? Is dat zo op een grote map? Of ben ik nou weer echt zo scheel? Voordat hij op een stoel moet liggen. Volgens mij is het een grapje. Volgens mij worden we weer geprankt. Worden we geprankt door de chat? Ik denk dat we worden geprankt. Ja, kijk, de mirror. De mirror ligt volgens mij hier zo, man. Als je er ligt. Oh, wacht. Dit is... Nope. Het is een mapje. Op die stoelen. Op die stoelen hier zo. Kijk, als hier... We zijn veel te lang mee bezig. We worden gewoon geprankt. Oh, wacht. Jawel. Musicbox. Oh ja. Maak foto. Geen prank. Thanks. Sword wolf. Wel sword prank. Mensen zeiden dat er de meer was. Nou, dat was het dus niet. Weten jullie wel waar de fusebox zit hier zo? Ja, waar de hel ga je ook verstoppen? Waar is de fusebox, gast? Hé, hey, het bot! Wow. Een hele mooie hand, zeg. De fusebox was de vorige keer bij een zo'n computerkamer. Beneden, bij de cellen. Beneden. Ik heb daar 1 kamer geopend, maar... Kijk hoe eng deze map is, ouwe. Hier was de fusebox ergens volgens mij vorige keer. Spelen we nou op Nightmare? We spelen wel degelijk op Nightmare.
Hoe gaan we ooit die fusebox vinden, Roos? Hoe gaan we ooit die fusebox vinden? Ik wil toen ik met Insim speelde, zat hij hier beneden, man. In deze kamer. Nou, laten we dat beneden even checken. Ja, ik heb daar net gekeken, maar hij was daar niet. Gast, maar hoe de fuck moet je ook verstoppen hier? In zo'n tussenhokje. Linker cellenblok? Beneden? Ja, ja, hier. Hier zat het de vorige keer, man. Wat? Hunt. Oh mijn god, inderdaad. Hunt, kom hier, kom hier, kom hier. Zo. We hebben letterlijk nog niks gedaan. We hebben geen idee. Ja, we worden nu al gehunt. Zijn jullie al eens ergens naar boven gaan? Jazeker. Oh, ik denk... Je liep langs de fuse... Ja, ik heb geen idee waar die fusebox kan zitten. Dit gaat helemaal niet goed, natuurlijk. Ik vind dat het klaar is. Ik vind dat het klaar is. Ja. Naar buiten? Nee, laten we even naar boven gaan. Ik heb het gevoel dat we hier boven zitten, man. De fusebox. Hé, maar ik hoorde hem wel. Ik hoorde hem zo... Ja, van boven of niet? Ja, ik... niet heel dichtbij in ieder geval. Hij was wel ver weg, ja. Deze kamer heb ik gecheckt. Had ik deze kamer gecheckt? Hij kan echt overal zitten. Ja, hij kan echt overal zitten. Dit is echt niet te doen, gast. Maar wel een enge map ook, zeg. We kunnen ook verstoppen, volgens mij. Ja, waar dan? Ja, weet ik veel. Achter zo'n doek. Achter dit gordijn misschien wel, ja. Ja. Zo, dit is best wel een goede plek misschien, inderdaad. Of kan je hier gewoon doorheen kijken? Ja, dat zou ik wel weer iets voor Phasmo vinden. Ik voelde me wel veilig. Volgens mij Hunty. Ja. Oh mijn god. Ik ben echt kapot bang, ouwe. Moeilijk om de ghost te vinden, maar makkelijk om te verstoppen. Doe de deuren achter je dicht of open. Laat als je ergens weet, dan zie je waar je wel niet bent geweest. Goeie, inderdaad. Iemand zegt, ik voel dat dit een toppotje gaat worden. Nou, dat weet ik nog niet. Prison God. In het begin zat de fusebox. Dit wordt een trieste mislukking. Ja, gast, wij wilden ook helemaal niet dat doen. Is het voorbij? Ik denk dat hij voorbij is, ja. Nou, alle mogelijke geesten worden genoemd in de chat. Ja, maar we hebben toch nog geen idee? Nee. Hij zit denk ik niet boven, man, in ieder geval. Nee. Ik heb het gevoel ze wel warm zijn nu, man. Ah, dit is een gebied wat ik gewoon nog niet echt gezien heb. Oh, kijk. Ze zijn hier boven nu. Hoe grappig als je hier boven staat en die geest loopt naar beneden. Dan voel ik me echt zo veilig, want het is echt heel ver weg. Maar ik zag daar oprecht dat gekke wolkje. Dus het zou oprecht kunnen dat hij daar gewoon is, hè? Ja? Hij hunt weer. Hoe weet je dat? Omdat ik hem hoor. Ja, man, ik hoor hem. Doe je lamp uit. Sasha? Ik zie de binnenkant van je gezichtje. Fusebox vinden, god. Gast, dit is echt... Dit is gewoon helemaal niet te doen. Maar we zijn wel lekker aan het spelen. Als we... Ja, misschien moeten we die hele fusebox gewoon skippen. Misschien moeten we gewoon die ghost vinden. En dan... gewoon gaan testen. Mislukking, god. Hoor je hem nog? Ik hoor niks meer. Hey, we moeten even eruit, man. Sanity pills nemen. Maar jij bent... Ja, ik wil eerst die fusebox vinden en dan sanity pills nemen. Ja, maar kunnen we niet de fusebox beter zoeken als we niet even gehunt worden? Ja, maar ik bedoel meer van als we nu sanity pills nemen en we naar binnen gaan, fusebox gaan zoeken,
Daar weer de centrum. Is dit een mega paasei? Hij hunt. Weer een hunt. Hunt. Waar wil je heen? Ik ga gewoon verstoppen achter het bureau. Sascha zoekt het maar uit. Welke geest voel je? Gory of Oreo? Ik heb geen idee. Ik hoop gewoon dat we überhaupt de fusels kunnen vinden en kunnen proberen te beginnen met hunten. Ghost hunten. Hij hunt ons ook. Wij hunten nu niet op de ghost, maar de ghost hunt gewoon de hele tijd op ons. Kut. Hij komt naar binnen. Hij slaat bij me. Voorbij. Top. Gast, dat mega paas zei dat op die stoel lag al. Wat zeg je? Zijn we de lul? Kunnen we naar buiten? Ja, is goed. Hunter. Shit. Gast, je hebt hier een wc volgens mij. Kom. Waar is die wc? Oh, hier. Oh mijn god. Dit potje gaat zo fout, ja, inderdaad. Wesley, thanks voor de sip. Hey gast. Ja? We hebben sowieso 0% sanity. Yo. We hebben sowieso 0% sanity, ja, dat sowieso. Maar we hebben ook nog niet gekeken waar de fusebox is. Tenminste, wel gekeken, niet gevonden. Jij wil per se weten waar die fusebox is. Ja, we kunnen wel naar buiten proberen te gaan. Ja, beter. Wow. 50 subs van Koepsek. Alweer een hunt. Oh mijn god. Jij hoort dat echt veel beter dan ik iedere keer. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Jongens, wel bedankt dat jullie nog steeds kijken, terwijl dit echt een mislukking potje is. Ik denk dat we nooit meer naar buiten komen, inderdaad. Dit is echt zo kut. We hebben letterlijk nog niks gedaan. Oh mijn god. Als je dit clutcht, 50 euro. Gast, maak die 50 euro maar vast over, want dan gaan we gewoon winnen hoor. Volgens mij is hij voorbij. Ik ga proberen snel naar buiten te komen voordat Sascha naar buiten komt. Het is niet normaal dat dit gebeurt. Wacht, ik ga Sascha pranken. Snel, snel, kom! Oh! Ik hoorde je. Ah, shit. Helaas. Anders leek het wel echt, hè? Ja, anders leek het wel echt, ja. Je hebt me al een keer zo geprankt, hè? Ja, klopt. Ja, gozer. Kijk, we hebben... Kijk. Dit is... We gaan ervan, toch? Ja. Ja. Er zijn mensen die zeggen hier in de chat dat hij op een aantal plekken kan zitten. Ik heb het gevoel dat hij hier links zit. De fusebox. Naar binnen en dan daar meteen links. Naar links? Ja. Mensen zeggen dat je... Oh, wacht, laten we zijn. Platte grond, god. Alles god.
Oh ja. Fusebox begane grond is Visitation Security of Cellbox A, vierde kamer rechts. Ja, gast. Niet te doen. What the hell? Gozer Sas? We gaan. Kamer op de bovenverdieping, genaamd Infirmary Hallway, bestaat uit vier kleine subkamers. Het zijn gewoon, je zijn gewoon verschillende opties voor dat ding. Had jij hier links al gekeken? Visits? Hier dan misschien? Bij de entrance rechts afslaan, de kamer naast de trap. Ja, laten we gewoon opsplitsen. Ja, is cool. Hé, hey, iemand heeft een zeepje laten vallen hier. Niet slim. Hier ben ik ook nog niet geweest, trouwens. Ik moet trouwens echt goed luisteren voor een hunt, want Sasha die is er veel beter in dan ik. Gast, we zijn allebei opgesplitst, ik ben echt bang. A-blok. Volgens mij, ik heb het gevoel dat ik warm word. Is dit een ander cellencomplex? Freezing temps, hij zit hier. Oh mijn god. Oh mijn god, de fusebox ook. Hey gast. Ik heb het gevonden. Wow, serieus? Waar? En ook de ghost room. Hij zit ook hier, de ghost. Bij de fusebox. Maar waar is hij hier? A-blok. Beneden? Oh mijn god. Ik drop dit hier. Is het beneden? Het is beneden, ja. Als je binnenkomt, meteen links. Ja, ik zie je. Gast, het is hier, ouwe. Oh mijn god, jongens. We gaan dit alsnog gewoon doen, hoor. We gaan gewoon winnen. Deze kamer is het. En daarachter zit de fusebox. Kijk, dat cellencomplex waar we net waren. Ja. Dat cellencomplex waar we net waren, dat leek precies hierop. Dus ik dacht dat hem ook was. Maar de fusebox zit daar, oh, in het, ja, kamertje rechts. Hé, hey, freezing temps. Ja, daarom... Hey, maar hoe zetten we licht aan dan? Oh, dat kan natuurlijk nu, ja. Geen idee eigenlijk. Oh, ik heb nog geen lichtknop gezien. Hier. Oké. Oké, maar hij gaat dus vanaf daar hunten. Oké, okay, dus dat valt nog mee qua afstand. Ja, ja, ja. Want het is hier... even kijken, hoe komen we dan terug hier, nu? Hier rechts is de uitgang. Oh, daar, ja. Oh, gast, dit is top. Ja. Hey, gast, we gaan dit gewoon doen, hè. Jullie hadden geen vertrouwen in ons, maar we gaan dit gewoon doen, hoor. We gaan het wel gewoon doen. We gaan het wel gewoon doen. We kunnen hier verstoppen. Helemaal top. Heb jij spullen daar gedropt om anderen mee te nemen? Nee, maar dat doe ik wel hier. Top, oké. Okay. Dan maak ik hier een verzamelplek van. In die bak. Ja, je moet wel goed je spullen scannen, hè? Oké, guys. Ja, anders gaat het ding fout. Let op, hè. Dit, kijk, nu kunnen we echt beginnen. Nu gaat het pas echt gekkigheid worden. Sanity pills zijn er wel doorheen, maar dat maakt niet uit. Mark de Sal, Drew Bell, The Ghost, Steeds nog wel, Michael Clark. Ja, oké. Gast, we gaan. Oké, dus we hebben tot nu toe qua evidence freezing temps, that's it. Jij neemt de camera mee, ik neem het boekje mee en de spirit box. Ja. En fingerprints ding is misschien ook wel goed. We hebben wel iets van foto's, nee? Nee, we hebben nog niks. Oké, dan heb ik jouw zaklamp even nodig. Dan loop ik erheen, leg ik gelijk alles neer en dan loop ik daarna terug. Oké. Cursed item is een music box, voor degene die nog niet zag. Oh ja, mijn god, gast, eindelijk. We kunnen nu even beginnen, hoor, hé. Hey. Hallo! Het duurde even, maar... Speedrun Stefan! Oké, okay, even kijken. Het zure ook aan Nightmare is dat je gewoon niet weet wat je sanity is, hè? Nee, klopt. Dat moet je echt gokken. Ja, dat is echt niet te doen. Dat is hier, toch? Het is daar rechts. Daar kwam de rook. Stoom uit de mond. Volgens mij is dat... Vergeet niet dat ik jouw zaklamp nodig heb. Are you here? Maar het komt ook hier, ouwe. Hier komt ook die rook uit je mond. Are you here? Are you close? Is het letterlijk deze hele hal, gast? Where are you? Are you here? Where are you? Are you close? Are you happy? Are you sad? Are you French? Where are you? Oké, voor hier niks. Ah, ik zie niks. Oh, wacht, ik kom met dit ding een soort van cheaten.
Oké, okay, ik heb geen idee waar we hier moeten. Hier kon je toch het licht aan doen? Waar moeten we verstoppen zo dan? Zo, hier kan je het licht aan doen, zie je? Oh ja. Bij al die computers. Ik heb ze gewoon allemaal aangedaan, YOLO. Ja. Hé, hey, waar gaan we verstoppen, G? Daar links kunnen we. Ja, dat is best een eindje lopen alleen, maar... Op zich wel, maar I think it's our best bet. Ik moet even teruglopen voor mijn zaklamp en zo, maar... Oké, okay, ik loop met je mee. Ik kan proberen op de tas te doen. Nee, ik loop met jou mee en ik ga ook even een smudge stick pakken, denk ik. Hey, mensen callen wel Meiling omdat je geen voetstap hoort. Ja, maar het is ook, hij is ook gewoon heel ver weg. Nee, nog eentje verder. Kun je deze stream terugkijken? Jazeker, je kan de hele stream terugkijken op de Twitch. En ook delen ervan op YouTube. Oh, hunt. Oh mijn god. Hier, kast. Gast, kapot eng. Misschien hebben we dat als je tijdens hun snel tralies dicht doet. Sloren god. Gast, dit is doodeng. Ja, Meiling zou kunnen, maar... Ja, we kunnen freezing temps. Nope. Freezing temps kunnen we inderdaad afvinken. Kom uit de kast, dit is je moment. Ik ga zo meteen uit de kast. Oh my days. Gozer, dit is lastig, jongen. Volgens mij ging het licht uit. Ja, top. En mensen zeggen Ghost is still Meiling 100%. Ja? Maar... Nou ja, geen voetstappen, maar ik hoor wel zijn... Ja, maar hij is ook gewoon heel ver weg, hè? Foto's maken. Ja, hij is ook ver weg, inderdaad. Oké. Okay. Salt. Kan jij zout meenemen? Ja, is goed. Okay. Maar twee potjes is denk ik wel nodig, of niet? Ja, ik zou er gewoon eentje doen. Zout loopt hier best wel snel de hele tijd. Ja. Oh, trouwens, wacht. Ik heb een camera neergezet. Hé, misschien hangt er ook wel een camera daar in die hal, gewoon. Ja, moet wel, toch? Kunnen we dan orbs zien? Ja, dat was hem al. Nee, toch? Jawel, hij kwam er voorbij, volgens mij. Oh. Maar dit zijn nee, dit. Oh ja, dat is je eigen camera. Oh, hij staat wel een beetje scheef, zeg. Ja, er zijn geen orbs. Maar ja, hoe groot is de kans dat hij in die enorme ruimte... Precies door onze doksen loopt. Ja. En ook precies door de... Even in het boek schrijft. Ja, bij deze map had InSim echt 4 boeken neergelegd of zo. En maar gozer, het kan trouwens helemaal geen Meiling zijn. Het is geen freezing. Waarom zeggen mensen dat dan? Dus misschien dat voordat die freezing temperatures er was... Check nog voor Mimic. Ja, maar dan zouden we nu Ghost Orbs moeten zien. En die zien we niet. Maar dan moeten we gewoon een beetje rondlopen misschien. Ik heb geen orbs gezien, inderdaad. En geen Ghost of geen Spirit Box? Nou, welke geest zou het kunnen zijn? Ja, geen idee, gast. Zijn wel orbs? Nee, normaal. Dit zijn geen orbs. Ja, het kan, je moet sowieso nog minimaal 1 dingetje hebben. Want je kan nu ook niet echt dingen gaan uitsluiten. Nee, ja, iemand zegt dat Revenants ook stil qua voetstappen als je uit Vision bent. Hij is niet... Hij is namelijk niet heel snel. Revenant is niet stil, hij is gewoon langzaam als je niet ziet. Ja, we kunnen zo meteen wel even testen. We moeten hem namelijk sowieso smudgen. We kunnen kijken hoe snel die wordt. Ja. Ja, deze verstopplek hier voorin is wel gewoon echt wat chill. Ja, deze is mega. Ik denk dat de sanity wel weer laag is. Oh, de fusebox is uit. Oh, irritant. Geen gin. Ja, het is wel waar. Het is wel waar, ja. Oh, shit. Hunt. Ja, we kunnen kijken hoe snel die is. Ja, doe maar. Nee, fuck it. Zonde misschien. We kunnen beter nog even die smudge bewaren, denk ik. Als we dit redden. Zo. Jeetje zeg. Hey.
Wanneer gaan jullie een real life ghost hunten? Dat hebben we toevallig laatst gedaan. En die video die komt volgende week zondag. In een grot. Handtoe, die willen toch altijd? We hebben wel vaak een handtoe inderdaad. Veel gezelliger zo live meekijken. Ja, echt zo. Ik vind het ook leuker om het live op te nemen met jullie dan dat we het gewoon met z'n tweeën opnemen en dat ik het daarna op YouTube zet. Dit is top. Ja, heel veel mensen zeggen wel ghost orbs, maar... Ik hoor hem niet meer. Oké. Okay. Gast. We gaan ervoor. We gaan ervoor, moet wel. Oh, daar is hij. Shit. Gast, dit is echt... Onze sanity is gewoon te laag, denk ik. Ja, man. Het is echt gezeik. Check fingerprints op alle deuren tegen bij de hunt, inderdaad. Hoezo denken jullie dat het een shade is? Ja, hij hunt toch heel veel? Ik hoorde hier hem even afgaan. Orbs onder de tafel. Hè? Hoezo moet ik orbs checken onder de tafel? Dat is niet waar, hè? Ja, Sasha was ook bij het Real Life Ghost Hunter. We waren in de grot. Gewoon niet meer. Oké, okay, let's get it, man. Nou, als wij één stap daar in de buurt zetten, dan zijn we gewoon de Sjaak. Ja, is niet te doen. Zit hij wel nog hier? Zijn we niet slagen? Hij zit wel ja, hier. Man. Rook uit je mond. Oh. Nee, thanks voor de donatie, man. 10 euro. Toch mooi om te zien hoe buurman en buurman Phasmophobia spelen. Ja. Nice. Aito, buur. Zat er iets in het boek? Nee. Buurman en buurman gaan dan wel deze geest in de prison pakken, wat niemand had verwacht. Hé, hey, hij heeft door het zout gelopen hier. Oh, nou, dan hebben die ook afgesleept. Geen orbs. Ben je dat nu aan het checken? Ja. Laten we naar de bus gaan. Dan kunnen we vanaf daar even kijken voor de DOS projector. IMF5 ja. Kunnen we dus niet zien op de kamer of op dat bord. De IMF ging wel af net. Hij ging wel af, ja, maar dat komt gewoon omdat hij er langs liep, volgens mij. Ja. Dit is de snelste speedrun ooit. Dit is wel een lijpe slow-mo speedrun. Ja, weet je wat we moeten doen, Sas? Je hebt smutjes, toch? Ja. Wat we moeten doen? Laten we allebei een smudge pakken. Nee. Oh mijn god. De deur ging achter me dicht. Sas, verstop je gauw. Ook echt precies dat die pol zegt. Gaan ze het overleven? Nou, ik hoop dat Sasha het overleeft. Oké, wacht. Hé, ik kan met Sasha meekijken ook. Kijk, dit is Sasha's camera. We kunnen met hem meekijken. Dat is echt top. Kijkt hij nou door de kast? Oh, waarschijnlijk steekt zijn hoofd uit de kast. Sasha, the pressure's on. We kunnen allemaal met je meekijken. Beter doe je iets cools. Als ik praat via de radio tijdens een hunt, hoort die geest dan ook bij Sasha? Maar dat zou wel kut zijn voor hem. Maar dan ga ik die geest nu naar hem toe lokken door te praten. Sasha! Waarom altijd Sasha? Ja, inderdaad. Kijk, daar gaan we naar buiten. Snel, ga naar buiten! Zit de deur nog op slot? Oh nee, oké. Lekker bezig! Stefan moet voordeur checken. Ja, je bent gewoon weggelopen. Ja, je wilde meekijken. Ja, ik kon meekijken op je helmcamera.
Ja, chill. Ja, we hadden nu wel de rappel kunnen doen, maar ik vind het nog steeds lastig te zeggen. Laten we hier nog... Oh ja, ik heb nog een andere camera neergezet. Nee, kijk, ik heb een plan. Ik heb een plan, Sas. Vertel. Ik weet hoe we dit gaan doen. Luister. Luister naar mij. Vertel. Kijk, we gaan heel even hier kijken of we hem toevallig door de orb zien rennen. Door de orb zien rennen. Ik ben 3 uur en 3 kwartier aan het streamen. Ik ben niet meer helder. Ja. Om hem door de dot zien rennen. Als dat niet zo is, dan gaan we naar binnen. Laten we hem op ons afkomen lopen. Kijken we hoe snel die is. En dan smudgen we hem. Gaan we verstoppen. Ja, inderdaad. Mensen zeggen in de chat ook speedtest met smudge sticks. Dat is eigenlijk de enige optie die we dan nog hebben. Als we hem hier nu niet doorheen zien lopen. Nou, we gaan hem denk ik niet zien, man. Nee. Ik heb wel orbs doorgestreept. We zijn wel... toen we zo lang aan het zoeken waren naar de ding, had ik niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Nee. Eens. Ja, we doen het beter dan ik had gedacht. Ja, niet dat we doen het niet goed, maar we doen het wel beter dan ik had verwacht. Nee, laten we eerlijk zijn. Maar ik bedoel, we leven nog. Dat vind ik al heel wat. Laten we eerlijk zijn. Ja, trouwens, inderdaad, zeg. Oké. Okay. Ja, we zien hem niet lopen, hè? Nee. Kan wel echt een baard duren, maar ik zie hem voorlopig nergens doorheen wandelen. Een baard duren? Wat heb je altijd leuke uitspraken ook. Ja, als iets een baard duurt, dan duurt het in theorie net zo lang als dat het duurt om een baard te laten groeien. Ja, ik snap de uitspraak, ja, maar... Oké, nou, hij loopt er niet, hè? Nee. Ik ben bang dat we dan moeten smudgen, man. Ja, dan wordt het zo'n... Want we moeten deze sowieso nog doen. Ja, nou, ik neem voor de zekerheid ook wel een smudge mee. Als je de geest goed hebt op zo'n grote map als dit, krijg je echt veel geld, hè? Oh, is dat zo? Ja, man. Maar dan is het op zich wel de moeite waard ook om gewoon nog eventjes dat extra streepje te pakken. Ja, man. Gast, we gaan richting die ghost room. We gaan hem smudgen. We gaan kijken hoe snel die is. Ja. Kijk, jij smudgt, ja? Dan hou ik mijn smudge vast. Stel, hij valt super snel. Nee, weet je wat we moeten checken? Nee, wacht. Steve, okay. Je hebt goede ideeën. Oh, hunt. Oké. Ja, loop gewoon een stukje terug en kijk hoe snel hij naar ons toe komt. Ja. Maar kan hij ons zien door de tralies heen? Denk ik wel. Dat moet wel, toch? De fusebox staat de hele tijd uit, dus een hand toe is ook best wel snel. Dat is het kutte hieraan. Ja, ja. Waar hunt hij helemaal vandaan dan, joh? Hallo? We zijn hier, geest! Yo! Kom hierheen! Michael Clark! Ik ben bang, ouwe. Michael, wat is dit? Ik ben bang. Ik vind het wel creepy, dit. Hij doet er ook net iets te lang over. Maar hij lijkt ons ook niet echt te vinden of zo. Nee, hij is niet zo slim. Jins, thanks voor de donatie. Oni. Mensen zeggen Oni. Oh nee, wacht. 1 iemand zegt Oni heel vaak. Oh nee, 2 mensen zeggen Oni. Waarom dan een Oni? Michael. Ja, Stefan niet bang zijn. We zijn beide. Ik weet het. Ik voel me ook minder bang met de chat erbij. People are nearby. Sas, kom, we gaan erheen. Oeh, ik hoor hem wel shit gooien nu. Ja? Zit hij nog hier? Ja, nog steeds hier wel. Dat ja, hij zit wel hier, ja. Ja. Ik durf niet naar de fusebox te lopen. Ah, we hoeven die fusebox ook helemaal niet meer aan te zetten. Ons sanity is toch al nul waarschijnlijk. Nee. Alleen voor de... Zit iets in het boek? Nee. Check jij anders even voor fingerprints zo meteen. Als jij die UV-light bijhoudt naar die hunt, kunnen we even kijken voor fingerprints. Ja, ik laat hier mijn aansteker liggen dan. Dus dan reken ik op jouw smudge. Ja, ik hou de smudge bij me. Als je ook de EMF-reader pakt, dan kunnen we dat misschien nog even checken, weet je wel. Waar ligt de EMF-reader? Hier zo. De grond? Ja. Okay. Oh ja, we kunnen de musicbox gebruiken. Dat klopt. Dat wordt wel een cursed hunt.
A.K.A. Lange Hunt. Zijn cursed hunts langer? Volgens mij duren die inderdaad langer. Het kan ook nog een demon zijn. Ik hoor hem. Oh, ja, daar is hij, daar is hij. Laat hem hierin komen. Ik ben bang. Ja, ik vind het ook niet chill. Kom hierheen! Hallo, geest! Hallo! Hallo, jongens! Hallo! Kan een yokai niet goed zoeken? Is dat een ding van de yokai? Ja, dat is trouwens wel waar, inderdaad. Zoiets heeft de yokai. Die kan je stem niet goed horen. Oh ja, als je ver weg bent, dan hoort hij je niet. Wow! Dat zou wat zijn, hè? Yokai, hallo! Hallo, yokai! Zoals je waren serieus ghost orbs. Ja, die geest is bang voor ons, inderdaad. Hoezo? Zijn we zo eng? We hebben rondgelopen, we hebben het gecheckt. Snofk. Yokai zou het kunnen zijn. Het zou een yokai kunnen zijn. Hé, maar yokai heeft helemaal geen freezing temps. Oh. Nee. Oh ja, wacht. Yokai heeft wel... Nee. Nee, man. Gast, hij komt gewoon niet naar ons toe. Hallo, geest! Hallo! Kijk, laten we gewoon de fusebox aandoen. Fusebox aan, ja. Hij is in ieder geval warm en als het een hand toe is, is hij heel langzaam. Kunnen we die ook afstrepen. Hey, Wesley Schilder. Are you happy god? Are you happy god? Zo, dat is mooi dichtbij de microfoon. Maar kijk, dit is volgens mij letterlijk de hele zaal. Dus hij begint misschien wel helemaal daarachterin met hunten. En dan gaat hij al die cellen afzoeken. Zo, daar zitten we allemaal niet. Ja, want ik zag ook achterin dat soort gekke zuchtje. Zullen we wat meer die kant op anders? Dat vind ik wel eng, man, om heel eerlijk te zijn. Hoe zit het eigenlijk met de objectives? Iemand zegt op deze manier wordt Stefan zijn tweede stream een 24 uur livestream. Ja, dus dat doorgaan wel inderdaad. Ja. Come on! Hallo, geest! Dad! Ga weg! Ja, wij hebben een heel mooi... Jongens, dat ga je zien in de volgende Ghost in het video. Wij hebben een heel mooi nummer. Mocht je een geest tegenkomen die Reginald heet. Die Reginald heet, ja. Zeg maar, wij moesten door een grot lopen in het donker aan het touw. En we werden een soort van achterna gezet door een soort geest, leek het wel. En als je dan het nummer zingt, Heer Reginald... Oh, nog een hint. Heer Reginald, ga weg. Heer Reginald, ga weg. Dan gaat hij weg en dan gaat... Heer Reginald, Heer Reginald. Heer Reginald, ga weg. Ja. Ga weg. Ja, dat werkte wel. Dat werkte prima. Maar ja, nu zeg ik gewoon, hallo geest. Hé, hey, maar wat doet... Ja, ik vind het een beetje een gekke geest, hoor. Hij is ook niet soort van... Oh, daar is hij. Ja. Het is een beetje een dommerd. Daar komt hij, oh mijn god. Daar is hij. Oh mijn god. Ik ben bang. Daar gaan we. Kijk hoe snel die is. Ja. Hij is niet heel snel. Nee, hij is niet snel. Wacht even tot hij ons echt goed ziet. Ja, hij ziet ons echt wel nu. Oké, smits. Wow, oké. Dit was eng. Kan geen Oni zijn als je de Ghost Event doet met het wolkje? Kan dat niet? Smutschot. Dat ben ik. Smutschot. Hoezo is het... Nee, het is geen hand toe. Hoezo is het een hand toe? Hij was niet snel. Het is sowieso geen Revenant. Oké. Ja, gast. Dit is interessant. We kunnen een paar afslepen. Ik hoor wel voetstappen. Ja? Dan zijn we de lul. Ik hoor de voetstappen. Nee, maar ik hoor de voetstappen überhaupt, zeg maar, bedoel ik. Oh, van hem. Oh, oké. Maar het kan toch geen mailing meer zijn, of wel? Nee. Nee, volgens mij inderdaad. Dat is überhaupt geen... Luister. Het is geen Revenant. Hij was niet snel genoeg. Het is ook geen hand toe, want hij werd sneller als hij ons zag. Dus die twee kunnen we afstrepen. Ja, ik heb Ghost Orbs heb ik doorgestreept. Dus die hand toe en die Revenant, die kwamen bij mij al niet meer erbij. Oh, Ghost Orbs. Nee, maar je kan niks afstrepen, want het is Nightmare. Nou, oké, dus jij zegt Revenant niet. Nee, want nee.
Hantu ook niet, die was veel sneller geweest. Even kijken, wat is een Yurai hoor? Ja, het zou een Yurai kunnen zijn. Yurais have been known to have a stronger effect on people's sanity. Sanity is erin. Nou, we hebben heel lang in het donker gelopen, dat weet ik gewoon niet. Smudging the Yurai's place of death will trap it temporarily, reducing it much. Dat is ook geen Jin. Jin is ook heel snel. Nee, Jin is het ook niet. Want hij heeft wel de fuse box, hij heeft die uitgezet, hè? Ja. Ja. Oké, okay, Jin is het niet. Revenant is het niet. Hantu is het niet. En Onryo? Onryo zou kunnen. Hij, when threatened, his ghost will be less likely to hunt. Toen we bij hem aan het schreeuwen waren zo de hele tijd. Hij kwam niet achter ons aan. Nee, dat klopt. Doe de vuurtest met Onryo. Ja, dat zou kunnen. Dat kunnen we wel doen. Maar ja, die ruimte is zo groot. Volgens mij is het oprecht de moeilijkste ruimte. Ja, dat is echt zo te hebben. Want het is letterlijk de eetzaal. Ja, we kunnen dat helemaal niet doen. Ja, maar gast, de kans dat hij precies op de crucifix begint met hunt is zo klein. Ja, klopt. Maar dan moeten we er twee neerleggen of zo. Twee kaarsen. Ja, we kunnen het proberen. We kunnen het proberen. Maar ja, dan hebben we geen plek voor smudge sticks. Ja, dan neem ik de smudge stick wel mee. Dan neem ik een crucifix en een kaars. Heb jij een vuurtje bij je? Moet je even de kaars aansteken? Ik heb een vuurtje bij me, Guus. Zelf is een dots. Yurai heeft Oni. Gast, ja. Yurai heeft Oni, ja. Ik hoop echt dat hem opeens even door die dots heen zien rennen. Ja, dat zou wel echt sick zijn, hè? Dat zou geweldig zijn. Ja, we gaan gewoon. Fuck it. Het is wel echt inderdaad een lang... Hé, steek nog even zo'n kaars aan dan. Oh ja. Thanks, yo. Hij called Yurai in een ander potje. Ik doe het gewoon nogmaals nu. Ja, het zou kunnen. Tegelsmijten, dat is het niet met je eens. Probeer nog Fusebox staat nog aan, dat is top. Only Shade of Oreo. Spiritbox zou moeten werken in de Ghost Room, volgens mij. Wat? En dan onafhankelijk van waar je staat. Wat? Sean. Nou, dat de Spiritbox sowieso moet werken in de Ghost Room. Maakt niet uit waar je staat in de Ghost Room. Ja, je moet wel in je eentje staan. Ja, dat is wel de... De grootste kans. Zou kunnen. Ook, oh, hij hunt. Oh. Laten we even kijken hoe snel die is. Stel, hij is nu nog langzamer, dan is het een hand toe, man. Want de fusebox is nu heel lang aan. Kom maar even deze kant op. Hallo, geest. Uit bedoel je? Hallo, geest. Nee, de fusebox is aan. De fusebox is aan? Ja, ja. Ik heb het licht net aangedaan. Hallo! Yo! Oh, daar komt hij, Michael. Ja. Hij is al redelijk snel, hè. Wow. Duurt lang dit potje, ja. Dit potje duurt heel lang, inderdaad, ja. Geest oproep God, dat ben ik. Oké. Okay. Ja, we leven ook gewoon nog. Ik vond hem dus niet zo snel. Hij is niet zo heel snel, maar hij wordt wel sneller als hij naar je toe loopt. En dat is gewoon een standaard geest, zeg maar. Ja. Dus het is geen Hantu. Het is geen Revenant. Dat wisten we dus eigenlijk al wel, maar... We hebben gewoon nog één stuk evidence nodig. Ja, irritant. Nog steeds die kaars vast ook. Hij moet even een deur... Hé, hey, weet je wat we moeten doen? Gast, ik weet het. Kijk, we moeten... Fingerprints. Ja, we moeten zorgen dat hij die deur... dat we die deur waar hij doorheen komt tussen ons... Dat we die dicht doen. Dan moeten we die open doen. En dan kunnen we daarna checken... Of er fingerprints op zitten. Dan moet hij hem, aanraken. Ja, hij moet hem open doen. Want hij moet naar ons toe komen, toch? Ja. Zeg, is dat een goeie. Heb jij plek voor dat... Nee, maar dan kan jij geen dinges meer meenemen. Ja, maar dat, laten we... Stel, het is wel fingerprints. Dan is het een demon. Ja, maar Demon zou veel vaker hunten, toch? Ja, op zich, hij hunt wel vaak. Dat weet je niet. Mm. Hij stelt dus IMF5, Shade of an Oni. IMF5 is lastig te checken, hè? Ja, zeker als hij niks aanraakt de hele tijd. Oké, we gaan hem die deur laten aanraken. Dan gaan we IMF5 checken en UV. Oké, zeg ik dan gewoon, fuck deze hele kaars... Ja, dat gaat toch veel te lang duren. Ja, dat gaat veel te lang duren. Zo.
Maar okay. En de IMF? Kan je de IMF ook meenemen? Ja. Okay, let's go. Top. Gast, dit gaat werken. Dit is het slimste ooit. Het slimste ooit. Jongens, let op. Let op. Let op. We gaan die deur dicht doen. We laten hem hunten. Dit potje duurt echt zo'n 40 minuten of zo, of niet? Dit potje duurt nu 56 minuten. Nee, echt? Ja. Oh, hij hunt. Kijk, ik doe deze deur ook dicht. Oeh. Ja, maar gast, we zijn nu zo lang bezig met dit potje. We gaan hem nu goed doen ook. Als we deze goed doen, dan ben ik kapot blij. Raak die deur aan. Ja. Yo, thanks voor de 2 subs. Yo, jij bent echt lekker bezig, zeg. Wow. Oké, hij heeft de deur aangeraakt, toch? Pas, hij heeft de deur aangeraakt. Check het. Check IMF 5, check IMF. Ik zie niks. Of heeft hij al deze deur aangeraakt? Misschien was het deze. En geen IMF. Geen fingerprints. Gast. Oké, maar hij heeft deze deur niet aangeraakt, maar we kunnen hem nu nog steeds lokken door deze deur heen. We moeten deze deur dicht doen, want die moet hij sowieso openmaken. Ja. Kijk, en dan kunnen we daarna... Eigenlijk moeten we dan daar staan en ja. Dan smutchen en dan gaan verstoppen. Exact. Precies mijn idee. Oké, dus als hij gaat hunten, deurtje dicht. Ja, laten we 1 deur alvast dicht doen. Zo. Alle deuren gewoon dicht. Oh, heeft hij dit niet aangeraakt? Ja, nee. Dat kan ik natuurlijk niet meer zien. Alle deuren dicht doen. Dan weten we precies welke hij heeft aangeraakt. Oh, daar is hij. Hallo Gees, kom deze kant op alsjeblieft. Hallo. Wow, wat is dat geluid? Hallo Gees. Ik zie hem helemaal niet. Hij is weer helemaal ver. Oké, laten we deze hunt even afwachten hier. Daarna gaan we daar op die hoek staan. Lokken we hem naar ons toe. Loopt hij door die deur. Checken we dat voor fingerprints. Zitten de fingerprints op. Scannen we die. Kunnen we door. Gaan we winnen. Top idee, Steve. Let's go. Dankjewel. Ja, die hunt is nog steeds bezig. Maar waarom hoort het dingen achter ons vallen of zo? Wat is dat? Geen idee. Je krijgt geen IMF op deuren tijdens een hunt. Jawel, toch? Zeker wel. Niet tijdens een hunt, maar wel daarna. Gooi je deze deur zo ook dicht dan? Hey, heeft hij deze deur niet dicht gedaan? Hebben wij die net dicht gedaan? Hey Steve. Ja? Hebben wij deze deur dicht gedaan net, of niet? Weet ik niet. Laten we ze gewoon allemaal dicht doen. Ja. Hallo geest! Stel, mensen zijn ons echt inhuren voor echt geld en we gaan op die manier hunten. Oh, daar is hij. Gast, ik zou er geld voor betalen. Daar is hij. Ja, maar hij moet hierheen komen. Ja, ik zet even die extra deurtje. Dat extra deurtje dicht. Het maakt niet uit welke deur die aanraakt. Hij moet gewoon een deur aanraken. Hallo geest, kom hierheen. We zitten hier achter. Sorry guys, het spijt me echt dat dit potje zo lang duurt. Ik had dit ook niet gewild. Dit is wel echt een achterlijk lang potje. Waarom komt hij ook niet? Ja, ik snap er geen reet van. Hey, moeten we niet nog eventjes wat shit binnen proberen? Ja, fuck it. Oké, laten we als we weggaan, doen we die deuren dicht. We zitten nog steeds hier. Laten we deze deur dan dicht houden. Oh,
Are you here? Ik ga wel even wachten hier buiten. Where are you? Are you close? What is your name? Where are you? Are you here? Are you close? Ik ga nu dichterbij wachten, dan gaat hij ons zien, gaat hij hunten. Dan rennen we weg, dan raakt hij de deur aan. Sasha, pas op, niet te ver, hè? Gek. Nee. Zo, we zijn trouwens nog steeds niet dood, inderdaad. Dat zegt iemand nu. Crazy, 50 minuten volgehouden. Maar Hunt en Shade ook veel met lage sanity? Zou het nog steeds een Shade kunnen zijn, ja. Nou, hij hunt niet superveel. Nee, het feit dat we hier nu al zeg maar 3 minuten staan zonder dat hij hunt... ...zegt al wel dat hij niet heel agressief is ofzo. Oh. Dus in theorie is een Shade denk ik niet eens zo gek. Een Shade zou kunnen. Dat, maar dan, wat moet het zijn voor Shade? Spirit Box? Nee, ik denk oprecht dat het Spirit Box niet is. Ik ben ook best wel een stukje naar achter gelopen nog. We zetten toch gewoon met 1800 mensen zo laat nog gewoon een uur naar een potje ghost, in de gevangenis kijken. Aan te zijn. Hallo geest! Hallo geest, waar ben je? Wat moeten mijn buren ook wel niet denken, die de hele tijd dit te horen. Ja. Hallo ik geest! Net dezelfde, mijn onderbuurvrouw denkt echt, het is niet goed geworden. Die gasten zijn echt niet goed. Ja. Dat is ook, overigens misschien ook wel echt zo trouwens, maar... Correct. Heer Reginald! Geest roepen de god. Hunt niet oh ja, hey, we hebben een musicbox, gast. Oh ja. Oh ja. Moeten we daar niet iets mee proberen dan? Ja, hunt. Ja, oké, nu ga ik hem lokken hoor. Kom. Hallo, geest. Ik vind het van de fusebox. Hallo, geest. Hallo, geest. Kom hierheen. Wij zijn buurman en buurman. Hallo, waar ben je dan? Hij doet het. Oh, hij loopt bij de... dingen. Oh, ja, daar komt hij. Oké, snel. We hebben het te stoer gedaan. Hij is te boos geworden. Oh mijn god, ik ben bang. Ja, goed zo. Top. Hopelijk redt hij het naar deze deur. Kom, geest, kom dan! Wat de hel, gozer? Zoals, kom, we gaan een musicbox pakken. Kom, musicbox. Maar de deuren zijn nog dicht. Ik denk dat deze geest gewoon klaar met ons is. Ja. Die gaat zo meteen gewoon pitten. Die is ook moe. Ik hoor hem. Oh, hij hunt. Geest, hallo, geest! Sasha, we gaan een musicbox pakken. Wacht. Deze deuren aan de zijkant kunnen ook open. Ja, klopt. Kom, laten we de musicbox pakken. Oké. Oh ja, heb je spullen hierin liggen. Je moet wel die IMF eigenlijk... En, ja, je moet wel die IMF eigenlijk bij je houden en die... Ja. UV. Oké. Sas, pak de musicbox. We gaan dit doen. Ja, maar de IMF kan ik... Dan kan ik de IMF... Wat wil je liever weten? Ja, of ik laat me... Dat is wel risico. Laat me mijn zaklamp hier liggen. Ja, doe dat anders. Fuck it. Blijf gewoon bij mij. Oké. En je kan met UV kan je ook al een beetje zien. Ik kan heel die musicbox niet... Hij is letterlijk nu aan het hunten. Hij is aan het... Ja. Maar dat maakt toch niet uit, want hij vindt ons toch niet. Hey, ik zie niks, hè. Vergeet dat niet. Oh ja, jij moet bij mij blijven. Ja. Wat gebeurt er als je dat ding gebruikt tijdens een hunt eigenlijk? Kan niet goed gaan. Nee. Lijkt me niet. We kunnen het proberen. Oké, laten we gewoon hierheen gaan. Wachten tot die hunt klaar is. Gebruiken we de musicbox. En dan komt die pas wel naar ons toe, toch? Zou wel moeten. Hey, heeft hij die deur niet open gedaan? Ik heb die niet dicht gedaan net. Wacht.
Nee. Oké. Okay. Hey, ik doe de musicbox, ja? Gast, we gaan het doen. Let's get it. Oké, okay, 3, 2, 1. Kom. Kom, Geist. Hallo, Geist! Oh, hij kan hem niet doen als hij hunt of zo. Hij komt, hij komt. Let's go, let's go. Shit. Kut, kut, kut. Hij heeft wel de deur aangeraakt, 100% nu. Oké. Okay. Ik kreeg wel IMF 4 of zo. Oké, okay, hij gaat weer terug. Wacht, laten we hier wachten. Laten we hier wachten. Ja. Kunnen we deze deur checken? Oké. Okay. Hij heeft die deuren allebei open gedaan. Ja. Kan je eens wat checken met je UV? Kan je schijnen? Zie je wat? Nee, ik zie niks. Doe je zo'n lamp zeg? Nee. De andere deur. Ik kreeg wel hoge IMF relatief. Nee, ik zie niks van de fingerprints. Oké, okay, andere kant van de deur misschien? IMF checken? Nee, geen IMF, shit. Ook geen fingerprints? Nee. Aan die andere kant ook niet? Nee, nee, nee. Nee. Het is weer een onmogelijke opgave dit. Maar die musicbox kan ik ook niet meer gebruiken nu. Of wel? Geen idee eigenlijk. Nee. Nee. Nee, ik gebruik... Hij deed letterlijk één toontje en toen... ging hij dicht. Oh, hij hunt weer. Ik zie niks. Ik zie niks. Deze deur dicht. Ik zie niks. Ja, gast. Nou, we kunnen wel even naar buiten gaan. Ja. Ja, hoe hebben we nog motivatie voor deze ghost inderdaad, zeg? Ja, misschien is het toch wel gewoon een shade, man. Oh, hij is nog aan het hunten, of niet? Joel. Hij is nog huntende. Ja, hij is nog huntende. We wachten gewoon bij de deur tot hij klaar is. Oké, okay, cool. Gast, ja. Echt, dat is een hele bizarre geest. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Maar ik ben verbaasd dat we nog leven, gast. Nightmare. Ja. Lijp houden. Kijk, we hebben alle dingen gedaan. We hebben wel echt gewoon maar 2 foto's. Als ja, de ja, shade dat kon, is... Dat kon niet anders. Oké, wacht. Het duurt gewoon te lang. Ik ben er klaar mee. Ik denk dat het geen demon is, want zo vaak kunt hij ook weer niet. Nee. Demon is het niet, ben ik het mee eens. Maar IMF schoot wel omhoog tijdens die hunt. Echt naar een soort 4 of zo. Mimic is het niet. Twins zijn het denk ik ook niet. Mimic, denk je niet dat het een mimic is? Nee, ik had geen orbs gezien, toch? Nee, dat klopt. Dat is waar. Shade of niet? Ik zie je chat zegt Oni. Ja, gaat het dan tussen Shade of Oni? Ja, bij mij zegt iedereen Shade. Ja, aan de andere kant, vorige zei iedereen Twins. Dat was het ook niet zo. Ja, en Oni had Dots Projector moeten zijn, maar... Ja, maar hoeft niet, maar hè. Het is Nightmare. Veel mensen zeggen... Nee. Iedereen zegt bij mij nog steeds Shade. Hey, jongens, polletje. Stem, de poll is live. Ja, bij mij heeft 80% op Shade gestemd, man. Oni, denk ik dat daar moet staan. Oni, Onryo, Shade of Yuri. Trouwens, inderdaad, Yul, jij bent de hele tijd subs aan het weggeven. Wesley trouwens ook, shout-out naar jullie allebei. Wat zegt Yul? Yul zegt Shade. Dat is de Shade. Shade, bij mij stemmen ook de meeste mensen op een Shade. Ik geloof Yul. Oké, okay, laten we voor Shade gaan, Steve. Ja, als het een shade is, dan heeft Yul ons gered. Maar ik vind deze echt moeilijk. Keine blasse aandoening, zeg dat wel. Maar luister dan, gast. Als we deze goed hebben, dan hebben we het gewoon gedaan. En de enige nightmare die we hebben gewonnen, is de prison. Is wel echt de moeilijkste. Oké, grap. Ready? Oké. Ja, ik heb shade aangevinkt. Dit zou te ziek zijn. Oké, oh mijn god. Dan gaan we. Please. Ja! Het is een shade! Nee, what the fuck? Nee, joh! Woehoe. Holy shit! Fucking hype in de chat, jongens! Yo, hey, shout out naar Yul, man! Nog een applausje! Shout out naar Yul! Wow, yo! Hey, chat, jullie hadden het goed, hè? Hey, we hebben echt een goede game, trouwens! What the fuck, ouwe? Hey! Dit is jongens, ziek!
Bedankt voor je vertrouwen in ons en een geloof. Ja, maar echt. Wow. Hey, wil je nou nog zo'n video zien? Klik dan eventjes hier. Heel ziek. En we verdienen een abonneetje hiervoor, dus vergeet niet te abonneren. Abonneer nou!